De ontevreden bewoners van Perica in het district Marowijne hebben na een gesprek met districtscommissaris Kenya Pansa van Marowijne Zuidwest de barricade op de Oost-West-verbinding opgeheven. De gemeenschap van Perica is ontevreden dat de regering haar belofte niet is nagekomen. In een toespraak in oktober 2019 liet de president weten dat de gemeenschap daar in december van stroom zou worden voorzien. De bewoners willen 24 uur stroom hebben en nemen geen genoegen met een aantal uren elektriciteit per dag. Een generator van de overheid voorziet al geruime tijd ongeveer 15 huishoudens dagelijks van een aantal uren elektriciteit. Tussen kilometer 56 en 72 moeten nog ongeveer 300 huizen van elektriciteit voorzien worden. Ook worden er nieuwe huizen gebouwd in de verwachting dat de buurt van stroom voorzien zal worden. DC Pansa zegt tegen onze nieuwsdienst dat de mensen tegen 11 uur vanmorgen gekalmeerd waren. De DC zal woensdag samen met de minister van Natuurlijke Hulpbronnen een gesprek hebben met vertegenwoordiger van de bewoners.